Ah, hier op de zomerschool. Ontdek je je talent hier op de zomerschool. Leer wie je bent. Op de zomerschool vinden we het heel belangrijk dat de kinderen ook zeggenschap hebben. Dat zij ook hun mening geven. Dit zou beter kunnen om het doel te bereiken. Daarom is er een speciale kinderraad in het leven geroepen. Om te vertellen wat zij wel en niet goed vonden aan de zomerschool. Deze vier toppers brengen een advies uit aan de stadsdeelvoorzitter, Tanja Yadnanansi. Dat we bijvoorbeeld, als je van de juffrouw meezoekt in de aanmaken, zodat van dat je kan zien welke juffers goed zijn voor de zomerschool. En dat hebben we ook echt nodig. Wat het enige idee moet een juffertinder komen. Nou, die gaan we onthouden. Dit zou beter zijn om het doel te bereiken. Mensen met een beroep, dus hier uitnodigen. En dan vertellen ze dus meer over wat je kan doen. En dat we ook bliksemstage misschien voor kunnen doen. Een bliksemstage? Ja, nice. Dan weet je ook bijvoorbeeld van... Ja, dit wil ik misschien ook laten horen. Heb je een nieuwe ding op de zomerschool? Laat maar even zien. Want ik ben wel beter geworden in kommagetallen. Oké. En zulke dingen ben ik wel beter mee geworden. Ja. Maar ook gewoon wat we hadden gezegd, de starttoets. Dat je ook gewoon weet wat je niveau is. Gewoon een beetje. Mm-hmm. En dat je kan gaan werken aan dingen die je dus niet zo goed begrijpt. En dan ga je meteen met een zelfverzekerd gevoel en een nieuw jaar. Jeetje, wat een mooie uitspraak. Die ga ik gebruiken. Hoe was de balans, jongens? Was dat goed? Ja, precies goed. Genoeg rekenen, taal en leuke dingen. Of te veel leuke dingen, liever veel meer rekenen en taal? Nee, dat is goed. De laatste die ik wilde vragen was, ik zou de zomerschool aanraden aan andere kinderen uit Zuidoosten. Grote groen. Ja, allemaal. Full score. Full score, 100%. Ja, 100%. En dan is het tijd om het advies te overhandigen. Echt goed uitgelegd. Ik heb echt het idee dat ik er bij ben geweest. Dus grote complimenten voor jullie alle vier. Dank jullie wel. En we gaan naar die kant kijken. Dan mag ik een foto doen met de kinderen.